achter mij wordt druk gezeld voor het Nederlands kampioenschap voor verenigingsteams. Er zijn vandaag 16 verenigingen die het hebben geschopt tot de finale van dit landelijke evenement. De beste zeilers zijn er, de beste judges in Nederland, het zeilend Nederland, de Rijkers, die zijn hier vandaag in Rotterdam. En we hebben wederom geluk met een prachtig weer en een fantastische omstandigheid. Het was behoorlijk slecht, het laatste potje. Ja, dit is enorm spannend. Dit is zo'n mooie manier van zeilen. Dit. Je maakt hier continu de mensen het leven zuur. Door ze te jagen, in plaats van dat je zorgt dat je als eerste over de lijn bent. Dat moet je dus uit je kop zetten. Ik keek weer naar voren om te kijken waar we zo'n beetje uit zouden komen. En daar kwam net de Griek nog aan. Ja, uiteindelijk zit er natuurlijk wel gevaar in. En als je niet oplet en er komt een Griek over, een Griek komt er altijd wel met enthousiasme aan. Dus echt gevaarlijk. Nee, maar opletten, zeker met vier boten waar je tegen strijdt, dat risico is ook ietsje groter. Zeilen is ook een individuele sport en één keer per jaar komen al die zeilers nog een keer terug naar hun vereniging om voor de eer en glorie, niet voor zichzelf, maar voor hun vereniging te zeilen. Hey, geen moment om te vervelen, super spannend. Vandaag poolrondes, 16 verenigingen in 4 pools verdeeld van 4. Moeten uiteindelijk 8 kwartfinalisten opleveren die morgen op zondag de kwart, halve en de hele finale gaan zeilen.